Plannen uit de doeken doen. Een feel-good musical met de hits van Wil Tura, Vergeet Barbara. Ja, voilà, dat verdient een applaus, denk ik. Denk ik ook. Vergeet Barbara is een musical gebaseerd op de muziek en het grote en rijke repertoire van deze grote meneer hiernaast, Wil Tura. We hebben rond zijn grootste hits een verhaal verzonnen. En dat moet vooral een vrolijk verhaal worden, waar dat ook al eens mee gelachen kan worden. En we zouden het ook heel leuk vinden dat de mensen die komen kijken naar de voorstelling alle hits van Wil meezingen, zodanig dat we één groot feest kunnen organiseren daar. Dat is de bedoeling. Jij mag ook een rol meespelen, Gert. Ja, en ik heb geen auditie moeten doen, dus dat is ongelooflijk. Ja, dat is het voordeel als je het zelf organiseert. Hè. Ja. Maar ik heb me goed laten entoureren. Dus Jonas van Geel, Jelle Kleijmans en James Cook doen mee. Dus ja, dat is. Ja, en de Wil ook. Nee, dat is niet waar. Dus ik heb niet de volledige verantwoordelijkheid te dragen van die voorstelling. Dus als je zoveel talent rond je hebt en dan ja, zo'n prachtig repertoire, ja, dan kan het bijna niet mislopen. Sta me toe, als een vriend, jou een gouden raad te geven. Maak je los van wat je bent en begin een ander leven. Denk niet meer aan Barbara, laat ze doen wat ze wil. Want je hebt aan Barbara al meer dan genoeg tijd verspeeld. Dat is alleen maar ongelooflijk, hè? Dat Studio 100 blijft dingen maken, goede dingen maken en dat mensen blijven dat kijken. Zijn, dat weten we nog niet. Nee, want James doet mee. Kan zijn. Het wordt zo'n leuke periode met die twee mannen. Echt, ik kijk er zo naar uit. Nee, het wordt plezant. Hè. We kennen elkaar al kei lang. Dus normaal gezien zou het heel leuk en heel plezant moeten worden. Wat vinden jullie zelf om die liedjes te mogen brengen? Is dat voor jullie ook een eer zoals voor Wil? Ja, natuurlijk. Maar wij zingen die liedjes vaak eigenlijk zo in ons cafeetje in Antwerpen. En daar zetten we al rap een keer wat Vlaams muziek op. En dan komt Wil af en toe wel een keer door de box gevlamd. En dan zingen wij luidkeels mee. Dus we kennen al vele nummers van de Wil. Ja, en het is wel ongelooflijk als je terugluistert naar al de nummers van Wil. Daar zitten wel echt heel veel eigenlijk ongelooflijke nummers tussen. Dus ik snap ook wel dat het idee kwam van Gert om te zeggen, ja, misschien moeten we daar eens iets rond maken. En Gert is natuurlijk zelf een ongelofelijke Wil Tura-fan. Ik denk dat het respect dat hij voor Wil heeft immens is. En zo, dat vind ik schoon aan alle dingen, alle ideeën die Gert naar voren brengt om musicals over te maken. Dat altijd vertrekt vanuit een persoonlijke appreciatie. En ik denk dat dat nu weer niet anders is. Dus we vinden dat denk ik heel fijn. Gert heeft ook ons gebeld, moeten we eerlijk zijn. Hij belde en zei, oh mannen, ik heb een idee over Wil Tura. Doe de mij. En we hebben alle drie afzonderlijk los van elkaar gezegd, ja, maar ja, is goed. En wat is het? Ja, dat leg ik nog wel uit. Maar je weet gewoon al, ook alleen al door zijn appreciatie voor Wil, dat hij daarvoor zal zorgen dat het een topmusical wordt. Dat weet ik 100% zeker. Wij alle drie. Dus, kom goed. Vergeet Barbara.